De Keukenkampioen Divisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Bij Cambuur heeft Mitchell Paulussen voor het eerst sinds 30 augustus een basisplaats gekregen van Henk de Jong. Orad Mangoen zit daarom op de bank. Dit is Sonny Stevens, de keeper van Cambuur die in de fout gaat. Bal opgepikt en heel knap afgerond door de Portugees Felix Correa. Gehuurd van Manchester City. En hij opent de score voor Jong AZ. Toch verrassend in de stromende regen in Leeuwarden. Doelpunt voor de 18-jarige Portugees. En Cambuur weet wat het kan verwachten vandaag. Jong AZ dat maandag natuurlijk al won van de Graafschap. Maar het antwoord van Cambuur laat niet lang op zich wachten. Akoye scoort. Mooie assist voor Robert Muren. Die natuurlijk tegen zijn oude club speelt. Heel bewust knikt hij de bal terug. En Akoye maakt zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. 1-1. En dan voelt Cambuur zich weer sterk. Hier gaat Isaac Kalon 3 minuten later. En het staat 2-1 voor Cambuur. 5e doelpunt van het seizoen voor Isaac Kalon. Nooit maakte hij er meer in 1 seizoen. En het seizoen is nog niet eens halverwege. Dan de tweede helft met Goudmijn. Jong AZ doet er wel alles aan in de tweede helft om nog een punt aan de wedstrijd over te houden. Reinders. En dit is nog wel een aardig schot gepakt door Sonny Stevens. Koopmeiners. Dit gaat nog net goed bij Rodi de Boer. Maar Jong AZ speelt hier met vuur. Sterker nog, het verspeelt de bal. Geen overtreding van Orad Mangoen. En het doelpunt van Muren. En dan is het 3-1. En maakt Robert Muren tegen zijn oude club AZ zijn 14e doelpunt van dit seizoen. En is het verschil definitief gemaakt. Weer een overwinning voor Cambuur. Dat geen fout maakt tegen Jong AZ. Weer een overwinning voor de koploper. Al is er dus nog wel een mogelijkheid voor Correa in de 4e minuut van de extra tijd. Maar Jong AZ scoort niet. 3-1 winst dus voor de ploeg van Henk de Jong, 3-1 winst voor Cambuur.